Hoi, leuk te kijken naar deze video. Welkom bij deze boodschappen shoplog. Ik heb weer boodschappen besteld bij de Jumbo en ze hebben ze netjes gebracht vanochtend. Was wel een klein lastig iets weer. Ik weet niet hoeveel chauffeurs de mensen van de Jumbo hebben, maar blijkbaar een heleboel. Want we krijgen iedere week een andere. En iedere week zeggen ze hetzelfde. Dat als ze onze postcode invoeren in hun navigatiesysteem, dat ze helemaal aan de andere kant van waar wij wonen, de weg, worden gestuurd en dat ze dus niet kunnen vinden. En omdat wij op een even nummer wonen aan dezelfde kant van de dijk als een oneven nummer, kunnen ze het eigenlijk zelden vinden op hun eigen dingen. Dus een tip bij deze. Ik heb gevraagd, ja, maar wat kan ik daar dan aan doen? Want ik kan het nooit niet ergens aangeven of zo. Blijkbaar kan dat wel. Als je je bestelling plaatst, heb je voordat je op akkoord drukt, dus de laatste knop, nog blijkbaar ergens. Ik doe het meestal op mijn telefoon en dan zie je het blijkbaar niet zo goed. Maar je hebt dus net voordat je de gele knop van akkoord inklikt, nog ruimte voor een opmerking. En in ons geval zou het op te lossen zijn als je dan zegt van voer het adres in Google Maps en niet in het navigatiesysteem van de vrachtwagen. Dus bij deze, kleine tip. Maar daardoor was hij dus al wat later. Ik had hem al een paar keer zien rondrijden. Maar dan kan ik dus niet zeggen, hoi, je moet hier wezen. Dat is een beetje lastig. Maar goed, de boodschappen zijn bezorgd. En het is eigenlijk helemaal niet zoveel. Wat op zich wel heel gunstig is, aangezien het vorige week echt mega veel was. Ik wil ook een kleine soort van challenge voor mezelf gaan doen vanaf volgende week. Dus niet vanaf deze boodschappen shoplog, maar vanaf de volgende. Ik wil eigenlijk eens 4 weken lang kijken of ik onder de 100 euro kan blijven. Want dit was 114,85 euro, 95, zoiets. En daar zit nog een dubbel blokkaas bij en zo. Maar ook om mezelf wat meer uit te dagen. Ik ben de komende weken wat vaker vrij. Dus misschien kan ik wat dingen ophalen bij de Aldi of wat andere zaken. Gewoon proberen een klein beetje de kosten te drukken. Want ik merk, over het algemeen zijn mijn boodschappen rond 150 euro. En dan is het brood van de bakker, wat ongeveer tussen de 10 en de 15 euro per week is, nog niet meegeteld. En dan moet ik soms nog wel eens wat dingen halen bij de Albert Heijn of bij de buurtsuper. Omdat ik er sneller doorheen ga, zoals we hadden bedacht. Dus ik ga wel proberen hier wat meer aandacht aan te geven. Want ik vind het echt knijterveel geld. En dit een hele goede manier is om nog meer op ons budget te letten. Dus wat we gaan denk ik van volgende week doen. Graag proberen onder 100 euro te blijven. En wat meer te kijken naar de aanbiedingen. Wat heb ik nog in mijn kast liggen. Dat soort. Daar heb ik deze week nog geen rekening mee gehouden. Want het was dus 114,85 euro. En ik heb niet bewust gekeken om het wat lager te houden. Wel wat bewuster gekeken wat ik kon schrappen. Omdat het vorige week zo heel hoog was. Wat er niet geleverd is de Alpro soja yoghurt. Die had ik wel besteld, maar die was niet leverbaar. Net als, dat was nog iets, zoiets. Maar dat was niet zo belangrijk. Ik vind het op zich niet heel erg, want van de week was mijn Alpro soja te dicht bij het koelelement van de koelkast geweest, waardoor die bevroren was. En als die dan weer ontdooit, is die echt, ziet het er heel ranzig uit, dus dat zou ik niet opeten. Dus was ik naar de Albert Heijn gegaan voor de Albert Heijn soja, eigen merk. Omdat ik volgens mijn research online zou die ook lager zijn in vet. En zoals jullie weten heb ik daar heel veel moeite mee om niet te veel vet te eten. Omdat heel veel vegetarische vervangers best wel veel vet hebben ten opzichte van eiwitten. En die van de Albert Heijn is ook super lekker. Hebben ze een aardbeienvariant van die echt veel beter is als de Opera soja high protein variant. En ook nog eens goedkoper. Dus daar gaan we dan van de week maar eens even langs. Voor de rest ga ik alles onder in de beschrijving zetten wat we ongeveer per dag gaan eten. Soms wissel ik die dagen nog wel eens af, wat makkelijker uitkomt. Zoals altijd wil ik jullie vragen deze video een duimpje omhoog geven als je deze video's leuk vindt. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van de video's die ik post. En dan gaan we beginnen met de boodschappen. Als je zo mijn aardig ziet, ziet het er ook echt super karig uit op een of andere manier. Maar goed, we gaan beginnen bij het begin en dat is altijd bij ons het avondeten. We eten een keertje andijviestampot met spekjes. Ik denk dat ze dit vervangen hebben. Want ik weet zeker dat ik vegetarische spekjes had bedacht. En dit zijn vegetarische hamblokjes. Nou kan dat op zich ook wel bij de andijvie. Aardappels hebben we natuurlijk genoeg nog in de schuur liggen. Dus dat komt helemaal goed. We eten een keertje tomatensoep. Met, nou ja, ik eet dan een sausijzenbroodje. Ik maak nu tegenwoordig op zondag de soepjes. En ik dacht, dit is nog steeds lekker. Ik ga dit nog steeds proberen van afgelopen week. Want toen hebben we dat niet. Dat hebben we dat wel op, maar toen heb ik niet de sausijsbroodjes gedaan. Dus ik heb er nu wel extra besteld. En omdat het pas voor volgende week zondag is, ik ga hem waarschijnlijk wel eerder maken. Want ik vind het lekker als de soep dan een beetje indikt, zeg maar.
ga ik misschien dan op zondag verse broodjes halen voor erbij. Want ik heb nog die stopbroden van vorige week over. Die hebben we niet gebruikt. Dus dan kan ik wat lekkers maken voor de kinderen erbij. We eten een keertje kipsnietsel met goede aardappelblokjes en snijbonen. Ik dacht dat ik het zakje van 400 gram had, maar ik heb het zakje van 150 gram. Dus ik denk dat ik hier nog een potje met worteltjes of iets anders bij ga doen. Heb ik nog wel. Ik heb ook de Meatless Farm schnitzels. Ik moet zeggen, vorige keer van de... welk merk was dat? Vivara? Ja, zie. Die kipsnitzels waren heel lekker, maar deze heb ik dus nog niet geprobeerd. Maar dat kunnen we dus wel gaan doen. We eten weer een keertje vegetarische risotto. Ik heb daar kipstukjes bij gedaan. Ik ga voor mijn partner daar gewone kip bij doen, want dat heb ik nog in de vriezer liggen. En hij vindt deze niet lekker. En ik wel. Sugar snaps, tuinertjes, die heb ik nog in de vriezer liggen en een courgette erbij. We eten een keertje weer Italiaanse pasta penne. Van de week heb ik de extra van Meatless Farm het vlees niet gebruikt. Het vervangend vlees. Dus dat kan ik dan bij de spaghetti nog doen. En ik heb dus geraspte kaas, Italiaanse groenten. Nou, ik heb nog potjes tomatenpuree en dat soort dingetjes. Dat komt helemaal goed. Ik eet natuurlijk ook altijd een keertje friet met snacks. Ik heb nog voor mezelf van die vegetarische kipcorn dingen van Mora featuring vegetarische slager. En die kinderen kunnen natuurlijk van frikandel kroketten bij eten. En op vrijdag komt als goed is mijn moeder weer een keertje, dus dan kookt zij. Dan hebben we voor de rest van de maaltijden roomboter voor op de boterhammetjes. Dit is again voor de kinderen en mijn vriend. Ik heb de plantsum boter. Die vind ik super lekker. Dit 2 pakken eierkoekjes. Ik heb een heleboel komkommer. Ik weet eigenlijk niet waarom ik er 4 heb. Ik dacht dat ik er 2 had besteld. Maar zoals je merkt had ik deze week erg veel haast. Ik heb pas op vrijdagavond besteld. Terwijl normaal gesproken doe ik op vrijdagavond de aanpassingen. Dus ik heb er 4. Komt vast wel op. Ik heb daarom dus ook 2 blokken kaas. Ik pakte het uit en ik dacht echt hoe dan. Maar ik heb het dus wel. Het staat ook op mijn bonnetje. Dus geen idee. Ik heb weer vegetarische filet americain. Dit vind ik echt een hit. Net als de vegetarische boterhammenworst. Die vind ik echt super lekker. Dus heb ik 2 pakjes van. En voor de rest van het gezin heb ik een pakje salami en een pakje boterhammenworst. En die eet ook best wel wat kaas. Dat is ook weer kaas voor Brooke. Met lactosevrije variant. Dus dat hebben we weer genoeg beleg. Ik heb dit keer ook weer een doosje met eieren. Om het weer eens proberen. Ik heb echt een soort van trauma opgelopen van de laatste 3 waarin de eieren over de datum waren. En dat ei dat brak ik en het was helemaal zwart en dat stonk en dat kwam over mijn hand en het was helemaal ieuw. Deze zijn goed tot 12-7. Ik heb het idee dat de eieren tegenwoordig minder lang houdbaar zijn. Het is echt maar 3 weken. Echt raar. Maar goed, oké. We hebben dus eieren. 12 gaat overigens best wel snel, want van het weekend zijn we dus met z'n 6, dus dat moet goed zijn. Ik heb weer 4 Cola Light Zero Caffeine en 4 Crystal Clear. Ik heb volgens mij nog genoeg Crystal Clear en cola. Maar dat staat allemaal nog in de schuur van het feest. En ik had eigenlijk op vrijdagavond niet meer de puff om er naartoe te lopen. Om te kijken van heb ik nog frisdrank nodig. Dus dat vergaat niet zo snel als de eieren. En waarschijnlijk kan ik daar best wat op besparen de komende weken. Ik heb als tussendoortjes voor gezonde dingetjes snacktomaatjes in verschillende kleurtjes. Ik heb een keer wilde perziken gedaan in plaats van mandarijnen. Want mandarijnen raken een beetje out of season. Ik merk dat ze een beetje droog worden, niet meer zo zoet. En de perziken zijn nu nog wel heel hard. Maar als het goed is het nu wel het seizoen voor perziken. Dus we gaan het proberen. Ook is het weer het seizoen voor aardbeien. Dus hebben we lekker aardbeien. Het was 2 voor €5 volgens mij. Dus dat was een goede steal. Ik heb ook weer bananen en witte druiven. Ik heb vanilledubbels als koekjes in de koekjestrommel. En ik heb Prince Mini Stars, de 2 verschillende. De regular melkchocolade en de black and white. Voor mee naar school. In principe komen ze natuurlijk donderdagmiddag terug en hoeven ze alleen vrijdag naar school. Dus dan is het ook voor het weekend. En omdat we dan met 4 kinderen zijn, gaat het altijd wel hard. Plus dat we ook nog wel wat koekjes hebben van vorige week. En dan is het weer zondag en dan kan ik erbij bestellen. Ik heb ook mini kaasjes. Dit is iets wat de kinderen echt ook wel graag als tussendoortje mee snacken. Ook buiten school om. En bananen heb ik het over gehad. En dat was het alweer. Zoals je ziet helemaal eigenlijk niks geks of extra's. Ja, tegenwoordig is kaas ook gewoon €10 per pak. Dus €10 had ik wel kunnen besparen denk ik zomaar. Maar ja, dat is het voor alle boodschappen voor deze week.
Dat was het voor deze boodschappen-shoplog. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Als dat zo was, geef deze video dan een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van de video's die ik post. En dan zie ik je in de volgende video. Bedankt voor het kijken. Doei!